Oh, super huge zit er al. Oké, jou ga ik pakken, jongen. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Word Speelt Subnautica. Ik zei het goed deze keer. En welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we er weer tegenaan. Ik heb er wel vet veel zin in. En ik loop een beetje te chillen. Ik wil je even dingen laten zien. Ik heb mijn batterijen verplaatst, omdat deze dingen maken best veel lawaai als ze aanstaan. En ik heb een mooi kastje gemaakt voor mijn lege batterijen die ik moet opladen. Het is wel een beetje handig dat die dicht bij de deur zit, maar dat is prima. Vandaag gaan we proberen onze zeeboot te bouwen, net als de vorige keer. Maar nu gaan we het echt doen. Beloof ik. Volgens mij zou ik alles moeten hebben. Misschien heb ik ook het rubber nodig. Ja, en een power cell. En een computer chip. Je pakt gewoon al deze dingen. Ik heb wel dingen zitten craften van tevoren, maar nu weet ik niet meer wat we nodig hebben. Ja, dit moeten we maken. Titanium ingot, lubricant en dat silicon rubber, geloof ik. Dit is echt veel te klein om een onderzeeër mee te maken. Maar oké. If it gets the job done, vind ik het prima. Oh, wat is het donker. Release vehicle bay. Wow, laat mij even een plek uitkiezen, joh. Het is inderdaad wel heel donker. Nou ja, maar dat zou niet echt heel erg hoeven te zijn. Vehicle bay. Deploy. Daar is die. Even deze. Anders zie ik niks. Oh, gaat die automatisch naar boven? Oké. Climb? Wow. Drones er bijna alles. Climb. Aha. Oké, nu zouden we als goeds dingen kunnen bouwen. Oké. Vehicles. Seamod. Oké, dus we hebben een titanium ingot, een power cell, twee glas en een lubricant nodig. Prima. Eventjes nog een keer. Een ingot, een cel, twee glas en een lubricant. Die dingen heb ik allemaal wel. Ik zal ze eventjes pakken. Yep, dat ben ik. Een ingot, een cel. Dit niet. Die niet. Power cell. Wat is nog meer? Twee glas. Een ingot en lubricant. There. En dan kunnen we hem gelijk docken waarschijnlijk aan de moonpool om er spullen op te zetten. Oh yeah. Show me the money. Oh, nu gaat hij inbouwen al gelijk. Oh, mijn kaart is weggewaaid. Dat is niet heel erg. Ik heb een nieuwe manier trouwens om mijn kaart te onderhouden. Ik maak screenshots in de game als ik een blinde plek zie. En dan als ik thuis kom, of als ik in de basis ben. Bam, daar is die. Als ik dan in de basis ben, dan schrijf ik mijn kaart. Die werk ik dan bij. Awesome. Zo cool. Welcome aboard, Captain. Awesome. Het staat er gefeliciteerd overleveren. Je hebt je weekly exercise, je wekelijkse wat je moet bewegen. Met 500% overstegen. Oké. Nou, het licht aan uitzetten. Er zit energie in. Hoe hard kan deze? Het is steeds harder. En dan komt het automatisch stil te staan. Awesome. Dan kan ik hem ook dokken. Dan gaan we dat eerst even doen. Oeh, hij vaart wel lekker hoor. Bonk. Kan ik er zo in? Bonk. Oeps, sorry. Sorry. Gedokt. Seamoth docked. Het staat er. Nice. Kijk, hij is helemaal opgetild en alles. Oeh, wat kunnen we hiervoor bouwen? Seamoth modules. Oh, common kun je ook doen. Pressure compensator, zodat we dieper kunnen duiken. Handig. Hull reinforcements. Ja, power efficiency, ook chill. Storage module, dat wil ik hebben eigenlijk. En voor de Seamoth specifiek kun je hem opladen met de zon. Zonpaneeloplader, wauw. Perimeter defenses. Tegen agressieve beesten, dat is ook wel cool. Torpedo systeem en een sonar. Ik wil eigenlijk al die dingen hebben, maar volgens mij kun je echt gewoon maar een paar dingen erin doen. Kan ik er nu in, als ik er nu instap, gaat hij dan weer erin? Waarschijnlijk wel. Plof. Ja. Als ik nu de inventory open, kan dat? Nee. Maar hoe kun je dan de inventory hiervan managen? Maar waarschijnlijk kan dat niet gewoon. Je hebt gewoon geen inventory. Oké, hang hem weer op.
Dan heb je gewoon die vier slots onderin. Als je in de Siemens zit, daar kun je dus spullen in doen. Of daar kun je spullen in doen. Dan kun je... Oh, hier zo. Access upgrades. Ja, precies. Oh, die moeten ze daarin. Right. En kun je dan ook hier een nieuwe power cell in doen? Is het dan vanaf deze kant? Nee. Oh, misschien hier. Hier zit de power cell. Oh ja, je kan dus gewoon een andere power cell erin doen. Dat betekent dus dat je het liefst veel power cells bij je hebt daarvoor. Ik kan niet kiezen, man. Ik kan niet kiezen. Wat zouden we nou goede upgrades zijn? Ik denk dat die... Bijvoorbeeld een van de dingen die we nu, omdat we die Seamoth hebben, daar kun je een ademhalen. Dus dan ga je naar een heel diep plekje en dan kun je daarmee ademhalen. En dat betekent dat je dus bijvoorbeeld de zuurstoftank niet nodig hebt. Dus dat is eigenlijk al een beetje een upgrade voor de ruimte die we mee kunnen nemen. Ik wil denk ik wel... power efficiency lijkt niet zo handig. Dit zijn 16 plekken. Is dat veel? Jawel. Laten we eentje daarvan doen. En laten we... de pressure compensator doen. En... de perimeter defense. Dit hebben we niet echt nodig. En dan nog een... en nog een storage module. Dus twee storage module... de pressure compensator en de defense. Right. Ik ga dat even bouwen. Dat duurt eventjes. En dan zie ik je zo meteen als het af is. Alright, laten we even kijken hoe dit gaat. Ik heb trouwens geprobeerd om deze... hoe heet het? De vehicle modulation bay of zo. Om dit ding te bouwen in mijn andere basis die hiernaast staat. Ik denk, ik hoef niet zoveel in de weer te lopen. Want ik hoef toch alleen maar die dingen hier te bouwen. Maar dat lukt niet. Helaas. Oh, en ik heb nog een trucje. Dat kan ik hier niet zo goed laten zien. Ik heb nog een trucje. Ik ben net vergeten te vertellen. Maar als je de batterijen in de oplader wil doen, kun je dat shift klikken. Dus niet rechter muisknop klik, maar shift linker muisknop en dan kun je dat doen. Dat kan hier ook. Wow. Dus als zou je shift links klik, ja, dan crush depth nou 300 meters. Gaat hij niet verder? Zegt hij dan nu 200? 300. Ga weg. Oh, het gaat niet verder. Oké. Ik dacht misschien als ik er meer van die pressure compensators in doe. Maar helaas. Ik wilde dus nog die defense bouwen. Maar daarvoor heb ik een plasteel ingot bij. Oh yes. Check al deze storage. Oh wacht. Heb ik nu overal storage op dat ding zitten? Hier zit een vakje. Daar zit een vakje. En hier zit een vakje. Oké. Nou, laat ik gewoon... deze dan gebruiken om wat extra batterijen in te doen. En de extra power cells. En wat gereedschap dat ik niet altijd nodig heb. Beacon heb ik wel altijd nodig. Extra mes. Zo, zeg maar. Ja, zoiets. Dat is prima. En dan kan ik de extra upgrade en een nieuwe locker doen. Ik dacht dat ik wel meerdere pressure compensators erop kon hebben. Maar kennelijk niet. Dus het ding, dit blikje gaat tot en met 300 meter. Laten we eens even kijken. Dat is een stukje varen. Relaxed. Welcome aboard, Captain. Het is wat donker. Hey, lijkt het nou maar zo? Of zie ik gewoon niet mijn... Oh wel, er zijn wel beacons hier. Ik was nog niet helemaal klaar met het vak van de vorige aflevering. Daar zou ik echt naartoe. Kan ik spullen oppakken vanaf hier? Volgens mij niet, namelijk. Ik kan sowieso niet echt die visjes oppakken. Nee, dat is ook echt wel logisch. Maar dus dan moet ik het telkens uitstappen. Dat is niet zo swingend. Maar geeft niet. Ik kan in ieder geval gewoon vet relaxed daar naartoe gaan. En volgens mij gaat het best wel snel. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe snel zou ik omhoog kunnen? Oh, echt wel snel. Echt wel veel sneller dan... met die... hoe heet het? Met de Sea Glide. Dit is nice. En heel donker. Ik zie je zo meteen alweer. Alright, dus ik ben back in... back. Ik ben terug in de hul van dat laatste wrak waar we, ja precies, de Mobile Vehicle Bay hebben gevonden. En de battery charger. En nu kan ik dus veel langer, veel verder gaan met mijn adem. Jeetje, wat een hoop research ligt hier zeg. Oh, daar is er nog één. Ze is al goed verstopt zeg. But it's okay. Ik vind ze wel. Floodlight. Oh, dat is handig.
Dat is een floodlight. Is een, ja, flood is natuurlijk een overspoeling. En een licht is, nou ja, dat weet je wel. Light. Gewoon een enorme bouwlamp. Oh, we hebben hem al gescand. En een nieuwe blueprint. Oké, je hebt gewoon gelijk die blueprint. Dat is echt super. Normaal had ik echt al lang naar boven moeten gaan. Maar nu valt dat dus best wel mee. Oh, weet je wat ik trouwens ook achter ben gekomen? Kan je hier nog verder? Ja, maar dat doen we dan zo meteen. Oké, nu wordt het al een klein beetje tijd om echt naar buiten te gaan. 10 seconds of oxygen remaining. 10 seconden. Oké, maakt niet uit, want... Bonk, gehaald. Oké, die was wel een beetje krap. Maar dat geeft niet. Het gehaald. Het geeft niet. Het geeft een klein beetje. Het wel jammer is dat je niet je inventory kan managen terwijl je hierin zit. Maar oké. Zo zijn er wel meer dingen. Weet je wat ik echt moet maken? Je hebt zo'n soort van touw wat je dan ergens aan vastmaakt. En dan automatisch uitrolt. Zodat je altijd makkelijk de manier of de weg terug kan vinden. En ik merk toch wel dat dat best wel handig zou kunnen zijn voor ons. Want ik raak nog... Oeh, dat klinkt één. Best wel vaak de weg kwijt, zoals nu. Zie je, dan ben ik een rondje gezwommen. Ja, ik hoor een monster buiten, maar volgens mij kan hij echt niet bij ons. Dus ik maak me even geen zorgen erom. Ik wilde hier tussendoor. Ja, gelukt. Oké, en hier was dan niks, maar als ik dan aan deze kant van de kamer keek, dan kon ik hier tussendoor en dan kan ik hier verder het wrak in. Het is wel heel diep. En dan is hier, wow. Hier waren we vorige keer ook, of niet? Wat zit hier? Oh, nog meer van die. Ja man, ik heb echt zo'n ding. Oh, een extra dude. Oké, een extra dude. Extra suit. Ja, op een gegeven moment kunnen we dus een soort van enorm robotpak maken. De prawn suit. Auw! Dude. Tijd om terug te gaan als ik nog de weg kan vinden. Hierin? Was het hierin? Oh god. Ja. Oh, nou ben ik eigenlijk... Gaat het hier twee kanten op? Oké, dat is een probleem. Nu ben ik wel niet de weg kwijt. Oh, crap. Paniek. Waar is het? Hier is het. Oh, en dan... Oh, man. Oh, GG. Ah, derp. Oké. Ja. Oké, dankjewel. Wrecked, helaas. En is mijn duikboot dan daar? Ja, dan moet ik daar helemaal naartoe zwemmen. Oh, nee. Oké. En hoe ga ik die dan naar huis brengen? Nou, ja, je moet er helemaal naartoe zwemmen. Man, dat was echt heel stom. Ja, dus duidelijk heb ik meer zuurstoftanks nodig. Dat geeft niet echt... Het kost wel veel ruimte, maar die kan ik dan wel... wegleggen in de... In de onderzeeboot. Man. Oké. Don't worry about it. Heb ik wel genoeg batterij? Ik heb eigenlijk niet gekeken. 100, 0%. Oké. Ja, dat is wel prima. Right, ik ga daar even naartoe. Ik zie zo meteen. Right, ik ben teruggezwommen. En ik heb dit gemaakt. Get closer to the ground and aim at it. Kun je dit niet gewoon hier aan vastmaken? Bank. Nee. Moet je dit aan de grond vastmaken? For reals, kan ik het niet gewoon aan mijn seamat vastmaken? Niet echt. Nou ja, we kunnen het wel aan de grond vastmaken. Dat is niet echt zo'n punt. Ik vraag me alleen of hoe dat dan werkt met de seamat. Zo, nu zit het vast aan de grond. Wat ga je weer op? Oké, maar niet. Als ik nu hierin zit... En ik ga er weer uit. Zit ik dan nog steeds vast met die lijn? Ik heb die lijn nog niet laten zien. Want ik zal het je laten zien. Ja, oké, prima. En als ik dan nu hier doorga... Werkt het dan... Kijk, wat ik hoop te zien is dat er... Ja, dat werkt dus voor geen meter. Het werkt alleen met grotten. Er zit een lichtje aan. Nee.
Nee, dit helpt niet. Ik had echt verwacht dat dit zou helpen met het verkennen van die... pick up the anchor, yep. Oké, ja, prima. Zo dan. Ik had echt verwacht dat het zou helpen met het verkennen van zo'n wrak, maar dat is het dus niet. Dus we moeten het gewoon een beetje voorzichtig doen. Ik ben de zuurstoftanks die ik net opgehaald heb, ben ik weer vergeten om op te pakken. Het is een beetje gedurpt, maar we komen er wel. Maak je maar geen zorgen. Ik ga nog eventjes dit leeg maken. Ik verwacht niet dat we nog boeiende research krijgen. Behalve dan van die exosuit upgrades. Voor het pak wat we nog niet kunnen maken. Oh, hier ligt nog iets. Het zal weer zo'n... Yep. Echt keilang naar gezocht. En nu liggen ze echt overal. Beetje droog. Oké, hier is niks. Oh, oké, prima. Dus dan moet ik deze kant op. Ja. En dan is het hier... Oh, hier zit nog een kamer achter. Oké, hier zit dan weer allemaal research. Oh, en een piranha. Die moet ik even killen, want die gaat waarschijnlijk niet weg. Oké, eerst maar eens even die drill arm. Nice. Oh, kan ik hem meerdere keren scannen? Weet je, nu is wel ongeveer het moment om weg te gaan. Zodat we niet doodgaan. Yeah, ik ben weer thuis. En zoals je onderin het scherm kunt zien, heb ik wel een paar potsinkjes gehad. Even concentreren hoor. De helft van het schip staat op 77, dus dat betekent dat het een klein beetje schade heeft gehad. En ik heb wel de wereld aan titanium meegenomen, dus dat is prima. En dan vraag ik me af, zou ik hier ook dingen kunnen craften? Nee, dat ja, misschien. Dan moet ik even zo'n ding hier bouwen. Dus het is voor mij nu een zaak om even al die titaniums die we hebben gevonden, om dat weg te gaan leggen. Dat is prima. Weet je wat, laten we nog zo'n module maken om meer opslag te hebben. Want die was nu altijd echt best wel goed van pas gekomen. En misschien moet ik ook gewoon alvast deze bouwen. De hull reinforcement, omdat die common is. Maak ik er gelijk 2. Titanium is toch genoeg en ja, anders moet ik het titanium wegleggen. Wat hebben we hier nog meer wat we kunnen bouwen? Alleen de torpedo's. Ja, weet je, doe mij maar gewoon wat van die torpedo's dan. Kom maar door. Oh, de inventory is vol. Oké, maakt niet uit. Die eruit, die eruit. Visje. Old dead spadefish. Bah. En zo'n torpedo. Dit zouden er 3 moeten zijn. Oké. Oh, daar zijn ze. Oh, ze nemen gewoon heel veel ruimte in. Oh, dan moet ik ze gewoon niet craften. Dan moet ik gewoon hier een klein beetje... Zo, 6 stuks titanium achterlaten. En dan kan ik daarvan torpedo's maken. Dat is misschien wel handig. Nou ja, deze spullen heb ik nog gevonden. Yep. Dus ik moet het even allemaal uitladen. En misschien moet ik dan proberen... Of misschien moet ik nu eventjes proberen om zo'n lasapparaatje te maken. Dat hebben we al een poosje uitgesteld. Maar nu is volgens mij het moment. Want ik denk dat dat is wat we nodig gaan hebben om... Om het schip te gaan repen. Ach, moet je kijken hoeveel titanium ik heb, jongen. De enige manier waarop ik daar afkom is gewoon van die ingots bouwen. Anders dan weet ik ook niet meer wat ik ermee moet. Ik ga er geen kist voor maken, jongen. Dat is niet tegenop. Zeker niet kist tegenop te maken. Er liggen ook echt overal van die stukken scrap metal. Nou, ik neem er echt nooit meer mee, want. Ja, waar moet ik ermee? Dan heb ik nog meer titanium waar ik niks mee doe. Dat is niks. Dat is echt niks. Eieren, heb je nog plek voor? Ja, oké, prima. All dead fish. Dit moet ik eventjes gewoon... Zo. Ga uit mijn leven. Oh, het ziet er wel een beetje verdrietig uit. Oh, kennelijk heb ik honger. En ik heb ook wat... dorst. Laten we dan even dit fixen. Yep. Flesje water, 2 zout. Nice. En nu zou wel een goed moment zijn. Ja, ik weet het. Nu is echt een goed moment om even die batterij eruit te halen. Waarschijnlijk de batterij van mijn scanner. Ja, die heeft niet echt een opla... Die hoeft niet opgeladen te worden op dit moment. Wat moet wel opgeladen worden? Ja, eigenlijk niks. Maar laat deze dan ook maar op. Bam, gaan we dit eventjes erin doen. 2, 3, 4, hoppatee. En dan gooi ik deze er ook even in. En dan laat ik gewoon even een badge op, zo. Dan hoor je af en toe hoor je de batterij oplader en niet heel de tijd. Dat is een beetje het idee.
Omdat het gewoon lawaai maakt. Een beetje dat irritante zoomgeluid. Een beetje rustig aan mee doen. Oké, dus ik wil nu dat lasapparaat hebben om het schip te repareren. Even kijken. Personal tools. De welder. Disc cutter. Welder. Oké, magnesium, crashfish powder en titanium. Magnesium. Crashfish powder ligt misschien hier. Ja. Dat heb ik al een beetje van gevonden. Bam. Nice. Dan krijg je er gratis een batterij bij waarschijnlijk. Klopt dat? Zit er een batterij in een welder? Ja, kennelijk. Oeh, nieuw apparaatje. Open de locker. 1, 2, 3, 4. 5 batterijen. Gewoon even wat nieuwe batterijen erin. Ach, dit gaan we even anders doen. Zo. Ik ben een beetje... Oh, sorry hoor, ik zwom. Ik vlieg gewoon in één keer aan de andere kant weer uit. Ja, dus nu ga ik met de welder proberen om dit te repareren. Ik denk niet dat het lukt. Nou, jawel. Burp. Kost geen resources. Dat is echt heel chill. Dus dit, weet je wat ik doe? Ik leg gewoon één welder. Misschien heb ik later wel meer van die lasapparaten nodig. Die leg ik gewoon hier neer. Zo. Dan heb ik hem gewoon bij de hand. Dat is prima. Oké. Dan is het tijd om wat eten te regelen. En dan denk ik dat we eventjes naar wat dieper moeten gaan duiken. Ha, boemerang. Nice. Want ik denk dat het... Of ik denk... Ik heb eigenlijk wat spullen nodig om verder te proggen. Volgens mij hebben we wat van die... Uit die Jelly Shroom Caves. Die grot met die enorme paarse paddenstoelen. Daar hebben we er wat stukjes van nodig. En ik denk dat dat heel erg goed gaat nu dat we zo'n seamoth hebben. Dus ik denk, ja, ik zie zo meteen daar wel. Right, we hebben het gehaald. Dat was best wel makkelijk. Dat is prima. Oké, laten we even kijken hoe dit gaat. Hebben we een mes bij ons? Tuurlijk hebben we een mes bij ons. Weet je wat ik nodig heb? Dit heb ik nodig. De rebreather. Niet vergeten aan te doen. Kun je hier gewoon stukjes van hakken? Jelly shroom. Spoor. Ik heb geen spoors. Ik wil geen spoors. Ze zijn ook nog eens heel groot. En als ik hier aan hak, dan krijg ik zeker ook spoors. Ja. Maar ik wil... Dat niet. Ik wil van die koepel wil ik een stukje hebben. Dat gaat volgens mij niet worden. Als ik het zo zie. Nee. Ah. Dat is stom. Het is niet echt heel erg, maar ik had gewoon gehoopt dat het zou zijn. We hebben trouwens weer een nieuw verzoek gekregen om iemand te komen redden. Daar wacht ik even mee. Oh, ik hoor dat geluidje. Dat betekent dat er, ja, zo'n piranha in de buurt is. Ja, nu we hier zijn, laten we sowieso wat meer van die plantjes meenemen. Kan ik dit oogsten? Ja. Yeah. Ja, yeah, weer eentje. Nice. Zo ben ik een soort van botanist aan het worden. Dat is wel leuk. Gewoon een beetje van... Wat was dat geluid? Gewoon een beetje van alles verzamelen. Dat is ook cool. Wat was dat geluid? Is iets mijn... Volgens mij is iets mijn schip aan het aanvallen. Zo klinkt het in ieder geval. Ja, zie je? Deze heeft gewoon zin om te vechten, of niet? Kom dan, jongen. Niet? Oké. Okay. Laten we even kijken bij die andere dan. Oh. Hier naartoe. Weet je wat vreemd is? Weet je wat echt heel vreemd is? Dat dit ding lijkt... Dit is dezelfde technologie als wij gebruiken, toch? Maar dit lijkt alsof het hier al 100 jaar is. Ha! Tam tam tam. Hé, kun je hierin? Lijkt het maar zo. Dan moet je door dit ding heen. En die doen echt vet veel pijn, maar ik heb nog. Auw. Oké, dat dit. Oh, super huge sidderaal. Oké, jou ga ik pakken, jongen. Ik wil weten hoe het is om jou dood te maken. Hoe? Dat klinkt een beetje. Ja, dat klinkt best wel luguber. Het voordeel is dat hij zo lang is. Oh, woont hij in die paddenstoelen? Goeie plek om te wonen.
Ja, kleurrijke buurt. ja, kun je hier een stukje van afhakken? Nee, dat doet niks. Hé, wat is dit? Kan ik het oppakken? Cyclops engine fragment. Ja, oké, maar... Oh, ik heb geen batterij hierin zitten. Oh, sweet. That's nice. Dit is wat ik wil. Die Cyclops is namelijk een onderzeeër. Die veel groter is dan de Seamoth. Dus dat is echt wel cool. Wat is dit? Is dit een plantje? Oh, dat... Klinkt als die aal. En, oh, die aal kan zich best wel snel omdraaien. Zie je dat? Weet je wat ik moet doen? Ik moet hem scannen. Dan weet ik tenminste of het een herbivore is of niet. Ja, maar ik moet ook ademhalen. En dat is iets belangrijker. Dus laten we dat eerst even doen. Come on. Ja man, dit is echt zo chill. Kijk nou, ik kan gewoon een keer... Oh ja. Ik kan gewoon hier even ademhalen. Dat maakt wel echt dat het duiken, dat je niet de hele tijd op en neer hoeft. Echt zoveel meer prima. Ja, laten we gewoon verder verkennen. Maar dat kunnen we net zo goed in de Seamoth doen. Dat is iets praktischer. Enorme grot hier. Hier zijn ook allemaal materialen die we op andere plekken weer niet kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld dit. Is dit een crystal? Boonk. Loop ik er nou zelf tegenaan schoppen? Ik hoop het. Dit lijkt uranium of een crystal. Oh, dit is gewoon een hele grote node. Die moet je dus met zo'n exosuit drill arm. Moet je die oppakken. Lithium, kijk, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die je niet kan krijgen. Kun je dit gewoon oppakken? Oh, dat is magnetite. Maar wacht even, magnetite kun je ook... Auw! Tomma. Die kleine rotpiranjes, en neem dan ook zo'n hapje uit je. Ik zal je leren, jongen. Maar magnetite, is dat hetzelfde? Nee, dat is wel echt iets anders dan magnesium. Ja, tuurlijk is dat iets anders dan magnesium. Dat zou ik wel moeten weten. Dus dan heb ik het wel nodig. Awesome. Ik ben een gek op nieuwe spullen. Als in, om het te ontdekken. Niet dat ik telkens neurotische spullen moet kopen of zo hoor. Zo ben ik niet. Sterker nog, ik vind spullen kopen eigenlijk best wel een beetje stom. Oh, volgens mij worden we aangevallen. Nou, heel subtiele geluidjes, maar als je goed luistert, dan kun je echt wel weten wat er gebeurt om je heen in het spel. Had ik niet verwacht voor een onderwaterspel. Kan ik hier een stukje van afhakken? Ja, prima. Nog iemand anders? En hoe gaat het nou eigenlijk met onze stats? Even kijken. Want we hebben genoeg adem. Volgens mij wordt nu echt de beperkende factor in het duiken. Wordt... Is iemand mijn schip aan het beuken of zo? Ja, jij! Oh! Zit stiekem schip te slopen terwijl ik niet ben, jongen. Kom hier dan. Waar is die? Daar is die. Bam. Die voor je. Zie je, de helft is al... Ah, oké, 90. Net was het ook 90. Valt wel mee. Maar, oké. Ah, wat? Hier. Als ik je nou... Het is me al gelukt om een vis kapot te beuken met het schip. Gewoon dood was. Oeps. Sorry. Maar dat gaat wel ten koste van de... Oh, awesome. Gaat wel ten koste van de held van het schip. Dus dat is niet iets waar ik een gewoonte van zou willen maken. Hey. Spant er opeens zo'n... Dat was flauw. Spant er opeens zo'n... Hoe heet het? Zo'n paddenstoel in. Ja. Daar kan ik natuurlijk geen rekening mee houden. Dat soort grappen ben ik niet van gediend. Oh, wat zijn deze witte dingetjes? Kan ik die oppakken? Ik heb het gevoel dat ik dat zou moeten hebben. Nee. Kan ik het scannen? Nee. Oh. Laten we nog even een rondje maken hier. Hey. Nog een Cyclops engine fragment. Maar dat betekent dat we dan zometeen de Cyclops kunnen of de engine. Dat weet ik niet. Oh, hier ligt nog iets. Ah, dit is dan de derde engine fragment. Sweet. Maar de vraag is dan... Oké, dus ik kan nu de engines maken voor die onderzeeër. Oh, hier liggen gewoon nog veel meer spullen. Maar het lijkt alsof... hier dan nog zo'n engine fragment is. En dan... Nou ja, goed. Niet echt super boeiend. Snel nieuwe batterij erin.
Ja, dus ik denk dat we nog niet de Cyclops kunnen maken. Maar dat ga ik straks wel even bekijken als we thuis komen. Maar ik denk wel dat het gaat doen voor deze aflevering. Oh, meer magnetite. Nice. Het is zoveel makkelijker geworden nu om te duiken. Of in ieder geval om lang te duiken, laat ik het zo zeggen. Hier, kan ik hier niet iets van hebben? Ik wil graag zo'n stukje van die paddenstoel hebben. En dan bedoel ik niet de spores. Nee. Wat is de... Oh, daar is die. Oké, laten we proberen dit nog te scannen. Oh, 5. Please scan. En niet mij opeten. Crab snake? Nee. Wat was... Het spijt me. Ik wilde gewoon alleen even scannen. Oké, laat maar. Ik ga er wel weer vandoor. Jesus. Oké. Anyway, dat gaan we doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Die crab snake, die... scannen we nog wel een keer. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Heb je nog commentaar, tips? Weet je een manier waarop het beter kan? Hoor ik het ook graag. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Wat? Hè?